de nieren en specifieker de niereenheid. Nieren, daar heb je er 2 van. En er zitten ongeveer 1 miljoen niereenheden per nier in. En we gaan kijken naar hoe hier aan het eind urine wordt gevormd. Voordat we hier zijn, moeten we beginnen bij het begin. In het begin is hier een aanvoerend bloedvat, een nierslagadertje. En je ziet dat ik hier de diameter, dat heb ik geprobeerd tenminste, de diameter van die nierslagader is hier groter dan van het afvoerende bloedvat. Dat zorgt voor een druk die hier wordt opgebouwd, een bloeddruk. En in deze glomerulus, dat grote kluwen van zeer kleine bloedvaartjes. Die bloedvaartjes die kan je vergelijken met een haarvat, die zijn dus lek. Door die druk wordt hier vocht uit het bloed weggedrukt. Er wordt opgevangen in een kapsel, het kapsel van Bowman. En je ziet daar een groene druppel, en die groene druppel, dat is mijn voorurine die ik hier in mijn tekening geproduceerd heb. Die voorurine, daar produceer je heel erg veel van. Ja? Ongeveer tussen de 150 en 200 liter per persoon per 24 uur. Dat is dus heel veel. En dat is veel te veel. Als we daar geen water uit zouden terugwinnen, dan worden we een rozijn, ja? Binnen een paar uur. Want zoveel vocht kan je helemaal niet verliezen. Nou, dat gebeurt hier grotendeels. En later op onze reis gebeurt het ook weer. Even kijken naar die pijlen, want er staan hier pijlen van ja, die niereenheid terug naar de bloedbaan. En wat wordt daar allemaal vervoerd? Nou, er wordt actief opgenomen van die voorurine naar de bloedbaan getransporteerd. Actief kost dus energie, voedingsstoffen en zout. Die voedingsstoffen zouden bijvoorbeeld glucose kunnen zijn. Verder, passief gaat er water mee door osmose. En een aantal andere ionen die je kan terugzoeken in je binos, 85A en C, worden daar ook passief vervoerd. En dat is iets uitzonderlijks, wat we niet zo vaak tegenkomen, dat celmembranen permeabel zijn voor ionen. Meestal zijn ze dat namelijk niet. Dit is het eerste kronkelende gedeelte. Dan hebben we een lis van Henle heet die. En die bestaat uit 2 delen. Het eerste deel is permeabel voor alleen water, zoals je dat kent. En het tweede deel is permeabel voor water en zouten. En ja, dat is, terugverwijzend hier naartoe, dat is iets uitzonderlijks. Dat zouten permeabel zijn. Dat celmembranen permeabel zijn voor zouten. Wat wordt hier gedaan? Ik heb geen pijlen meer getekend, maar er wordt de hele tijd water hier uit die voorurine onttrokken. Tweede kronkelende gedeelte en uiteindelijk krijgen we hier in dit opvangkanaal, wordt die voorurine, die dan geen voorurine meer is, maar urine, wordt verzameld. Ik heb hier wat zijtakken getekend, zodat je een idee krijgt van dat al die, hè, die miljoen, die zitten hier allemaal dicht op elkaar gepakt. Dit zit in het nierschors, dit zit in het niermerg. Hier wordt die urine verzameld en die gaat via het uiteinde van je nier, gaat die uiteindelijk naar je blaas. Dus dat opnemen van die stoffen uit die voorurine terug in dat bloed is extreem belangrijk. Vanwege vocht, maar ook vanwege die zouten en die ionen die je allemaal nodig hebt. Ja, die veel te kostbaar zijn om allemaal maar uit te plassen. Dat is in het kort de niereenheid. Zoals gezegd, gebruik je binas erbij, want die is veel completer dan mijn verhaal hier op het bord. Succes!